Hans Buitelaar, wethouder van Amersfoort. Nu al bezig bij CrossFit. Ja, ik heb net wat oefeningen mogen doen. De eerste kneepjes van het gewicht hebben bijgebracht gekregen. Dat is nog best lastig, eerlijk gezegd. Maar je had ook een rol hier. Ja, ik mocht het openen. De nieuwe, ik zal het maar even sportschool noemen, maar dat is het niet helemaal. CrossFit Keistad, een initiatief van een gewichtheffer, Karen Tofmashin. Dat is een man die op 7-jarige leeftijd vanuit Armenië hier naartoe is gekomen. Hij is nu 24 jaar. Ja, pet af voor deze man. Een grote sportcarrière en dan op deze leeftijd al dit openen. Ja, bewondering. Ja, geweldig dat jullie er zijn, vandaag naast ons zijn. Ik wil even onze trainers ook voorstellen. Nou, ik ben een van de trainers die de weightlifting gewicht heeft gedaan. En Sabine is van CrossFit Bots. Zij geeft de CrossFit Bots. Kevin, die geeft ook CrossFit Bots. Daarnaast hebben we Jeffrey, die geeft ook CrossFit Bots. En Arash. Hij is onze calisthenics, gymnastics. Hij heeft de gymnastics aan calisthenics. En we hebben nog een paar anderen die straks aanwezig zullen zijn. En, onze powerlifter, Judith. Ja. Hij geeft de powerlifter. En ja, het programma is zo dat we beginnen met de CrossFit. En als de CrossFit bot klaar is, zal ik de wethouder geven om het even de officiële opening te doen. Yes? 9 reps. Deze rep complex zien we vaak terug in CrossFit. Van box jumps, die worden straks gedemonstreerd door de heren. Kettlebell squats en push ups. Van elke beweging doe je dus eerst 21 herhalingen. Vervolgens ga je door naar 15 herhalingen, alle bewegingen. En daarna vervolgens 9 herhalingen van alle bewegingen. En dat doen we met een klok die oploopt. Dus zo snel mogelijk is eigenlijk de bedoeling dat je alle herhalingen afmaakt. En dus zo snel mogelijk tijd. 24 jaar en dan je eigen sport. Hoe zou ik het zeggen? Club? Sporthal. Sporthal. Met in Amersfoort een nieuwe tak erbij, CrossFit. Dat hadden we nog niet. Dat betekent een verrijking van het sportaanbod in Amersfoort. Een grote sport die erbij komt. Een sport in Amerika groot. In Europa en Nederland in opkomst. Maar als ik zo de aandacht bekijk, dan denk ik dat heel snel heel groot gaat worden. Ik wil jou heel veel succes wensen en volgens mij kunnen we hem dan nu officieel openen. Dat zei ik. En we gaan even taart snijden en champagne openmaken. Dat is altijd goed, toch? Ja, weet ik ook. Ja? Ja. Zomaar? Ja. Dwars door het logo, mag ik? Natuurlijk. Ja? Nou, zonde is dat, hè? Nou, hoeveel wil jij? Zo? Is dit voldoende voor jou? Nee. Jij wint veel, hè? Dus dan weet je wel hoe. Ik heb nooit wel. Nou, heb ik wel eens begrepen dat je dan eerst altijd moet schudden en dan richting de camera. Is dat de bedoeling? Met het netjes houden. Zo. Op de man die een nieuwe sport naar Amersfoort brengt en op de man die in Rio de gouden plak voor gewichtheffen ook naar Amersfoort brengt. Af voor deze man. Een grote sportcarrière en dan op deze leeftijd al dit openen. Ja, bewondering. En daar hoort de aanwezigheid van de sportwethouder van Amersfoort bij. Op zijn minst, ja. Nee, dat doe ik graag. Wat valt je op?
Wat mij opvalt is, het is voor mij een relatief nieuwe sport. En tegelijkertijd zie ik zoveel mensen die hier al mee bezig zijn. Het woord van de dag is WOD, Workout of the Day. Daar hadden ze voor mij een set van gewichtheffen dingen neergezet voor 20 kilo. Nou ja, dat hebben ze wat lager ingeschat voor mij. Hartstikke leuk. Maar de WOD, de Workout of the Day, is echt iets waarmee je dan tot bijna neervallen aan toe doorgaat. Ja, heel mooi. Dus dit kun je gewoon meenemen voor het vervolg in je werkzaamheden? Zeker, ja. Bij de eerstvolgende raadsvergadering zullen we het introduceren.